Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga met Sterre op de wedstrijd. Voor de tweede dag in de Mr. Ed competitie, hè? Ja! Tess heeft een hele zak vol met sleutels. En heeft Kim haar trainingspak aan. Ja, en een appel bij me voor Sterre. Precies. Nou, we gaan dus weer naar de Baneesje voor de tweede dag van de Mr. Ed competitie. Ja, ik ben naar de schip. Ja. Ik ben op stal bij Stanley en de klotjes zitten er nog in. Alleen 3 opnieuw doen. En ja, ga ik weer poetsen. Ik heb Sterre aan poetsen. Misschien kan je de benen gewoon beter wassen. Ja, dat kan ook. Je kan gewoon met koud water. Ja, we gaan even een beetje wassen. Moet je even de shampoo halen, ja? Ja, even de shampoo halen. En Christine heeft even de oortjes gemodificeerd, zodat ze er nu niet meer uitziet als een ezeltje. Maar gewoon schattige, kleine, lieve oortjes heeft. Ja. Lief van Christine. Dank je, Chris. Ze zijn prachtig. Ben jij? Vind je lekker? Mmm, lekkere oortjes. Maar ze heeft net een snoepje gehad. Oh, ze heeft een snoepje gehad. Ik heb dus tegen een beetje aan het wassen. Dit zit voor mijn slet. Goed in het zeven. Nou, goed uitwassen. Hey Ster, jullie vinden het allemaal wel best. Een sterretje. Ik ga me omkleden voor het poepje. En waar doe je dat? In je eigen kleedkamer? Hè? Ja, dit is de kleedkamer. Kijk, jasje, vestje, spulletjes. Oh, zelfs eten heeft Ster nog. Nou, dat eet ze maar na de poepel. Ja. Ik zit op Sterre en ik heb er heel veel zin in. En ik ga zo'n poepje rijden. Eerst inrijden. Ja, het is wel zo dat, dat ik niet weet of ik de proef kan filmen. Ja. Want ik moet in ieder geval voorlezen en ik weet niet of je papa op tijd is om even te filmen. Dat zou wel fijn zijn. Nou, vandaag is ze 123. Dus 1, 2, 3. Hartstikke idee. Nou, daar gaan we. Ja. Loop er maar. Nee, Ster, geen gras. Het is Tessa Ottenhof en die heeft, helemaal vergeten te halen voor je meid, natuurlijk 2 keer de eerste prijs. Alsjeblieft, alsjeblieft, hier krijg je nog een bordje op. En je hebt 184 en 185,5. Nou, netjes hoor. Ik zeg een startkaart, hartstikke goed, alsjeblieft. Volgens mij heeft Sterre een permanentje. Zo Tessie. Dat was je dag. Ja? Hoe vond je het? Leuk. Nee, zin gehad in de ring? Ja. Heb ze de best gedaan? Ja, heel erg. Heb jij je best gedaan? Heb je nog op het verkeerde... Oh, we moeten de protocollen nog kijken of je nog op het verkeerde been zat. Hebben we eigenlijk niet gekeken. Ik denk het wel. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, zo gaan de dingen wel eens. Oh, Sterre. Nou kijk, zo ziet het uit. Kijk dan die haren hier. Ga ze opzij met de schaar. Hier, permanentje heeft ze. Ja. Ja. Nou, misschien kun je gelijk even afsluiten dan. Nou, bedankt voor het kijken. Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer op het kanaal. Dat zou ik zeer fijn vinden. Dus doei!